Hallo iedereen en welkom in deze Lichtwerkers Business en Financiële Reading. Omdat ik merk dat er heel veel zwaarte in het collectief is, voelde ik mij geroepen om ook een reading te doen voor specifiek lichtwerkers, maar dan gericht op het businessstuk en op het financiële stuk. Omdat we, zoals we weten, wanneer dat er stukken zijn of dingen vast komen te zitten in het financiële, dat het altijd ook weer een onderliggende reden heeft. En dan zien we ook de Sphinx die ook naar boven komt. Oké. Maar succes is er wel. Het is nu nog niet zichtbaar, maar het is wel een komst. Oké, wat is dat de lichtwerkers moeten weten? De ster. Daarmee hoor ik ook vanaf eind januari. Ga je belangrijke verschuivingen zien in je business en in je financiën. Oh. Er is succes en een strength card. Wanneer dat je groeit naar die Empress. Wacht, hè. Zien we dat dat hier kan liggen. Dit is eenheid tussen die mannelijke en die vrouwelijke energieën. Dus het is belangrijk dat je leert je beide energieën ook te gebruiken. Voor, niet alleen in jezelf, maar vooral ook voor je missie en je lichtwerkerswerk. Voor daarin je business. Dus dat je vanuit je vrouwelijke energie ideeën krijgt. Dat je focust op de dingen die jouw diepe vervulling brengen. Dat je tegelijkertijd leert, want dat is hier ook weer een teken van mannelijke en vrouwelijke energie, dus ook van tweelingvlam, maar dit gaat over business, dus gaat iets anders. Ook Mercurius, dus gaat ook over jouw communicatie. En wat hadden we nog? De Queen of Wands. Dus dat je echt gaat leren vanuit je vrouwelijke energie, want ook die Empress is hier, om vanuit je vrouwelijke energie die dingen te gaan manifesteren dat je echt diep van binnen voelt dat mogelijk zijn. En ik weet niet of je iets kent van tarot, maar dus deze, dat zijn allemaal grote arcana. Dus dat zijn hele belangrijke, belangrijke kaarten, grote stappen. Dus we zitten in een hele belangrijke fase, maar het vraagt natuurlijk om vooral te focussen op je passie en op dat, hoe dat het jou laat voelen, dus deze kaart, maar je gedachten eigenlijk een stukje, ik ga niet zeggen uitschakelen, maar op een andere manier voor jou te laten werken. Ja, een external change. Dus er is een soort dood. En dat is nu nog een schorpioen. Dus nu tot eind volgende week. Is er een schorpioen... een schorpioenendood. is er een diepe transformatie die dan uiteindelijk een veruiterlijking gaat zijn. Waardoor je het gaat zien in de buitenwereld. Wat dan we nog mogen weten voor onze lichtwerkers? Pride before fall, Six of Wands. Ja. Zien we ook weer die Noordnode en Jupiter. Dus de reden waarom dat je financiën nog niet volledig zijn zoals het is, is omdat je niet volledig uitgeleend bent met jouw zielspad. En dus daardoor wordt je stuk ook geblokkeerd door verschillende obstakels. Dus deze kaart en deze kaart zijn hetzelfde en ze liggen allebei ondersteboven. Dus er is nog geen succes omdat je het eigenlijk nog niet volledig vanuit eenheid doet. En waardoor dat je uiteindelijk dan niet die diepe vervulling het geld en de levensstijl zal brengen dat je eigenlijk wilt doen. Dus je doet nog te veel dingen vanuit geld, vanuit materie. En dat is ook een van de redenen waarom ik bijvoorbeeld gestopt ben met 1-op-1 trajecten en sessies. Omdat dat ook niet meer volledig uitgeleend was met mijn zielspad. En natuurlijk vraagt dat durf en moed om dingen anders te doen. Zeker als dat de manier is waarop je het meeste geld wilt verdienen. Of waarvan je weet, op die manier komt geld binnen. Maar door het doing together, three of coins, dus door het samen te gaan doen. Dus met je mannelijke en vrouwelijke energie echt samen te gaan leren gebruiken. En dus vanuit die vrouwelijke energie iedere keer afstemmen. Dus afstemmen met je ziel en dan actie gaan ondernemen. Dan ga je zien dat jou wel succes gaat brengen. Wat is hetgeen dat we nog moeten weten?
Excessive control, ja. Kijk, en dat is die emperor, die is de mannelijke energie. Dus er is te veel controle nog aanwezig, waardoor dat je, en we zien aan de onderkant, time for non-action. Ik zal het erbij leggen. Waardoor dat je de dingen niet creëert dat je wilt gaan creëren, omdat je te veel gaat gaan controleren. En geloof mij, been there, done that, maar dat werkt dus niet meer. En dat wordt ook niet meer toegestaan voor het collectief ook. En voor jou is dat je nu echt het businessstuk, het financiële stuk, maar bij anderen zal dat op persoonlijk vlak zijn en dus meer naar bewustwording. Nu, sowieso, als jij een spiritueel ondernemer bent, een lichtwerker bent, dan is jouw individuele groei sowieso verbonden met jouw missiewerken dus. Lightbulb, een aha moment, discovery, breakthrough, reveal, realize, alignment, epiphany, illumination, invention, intellect. Dus ik hoop dat deze reading die lightbulb is. Maar zien we dat er nog krijgen. Trophy, win victory. Ja, dus hoe meer je gaat doen wat we nu daarnet gezegd hebben, hoe meer je gaat merken dat wel weer succes gaat brengen. Rising above ability, a strategy, skill, focus and transitions. The transition, sorry. Changes higher self, certain far-reaching vision. Dus het is oké om een het is zelfs goed om een ja, soms denk ik in het Engels en dan moet ik even nadenken hoe ik het in Nederlands zeg. Om vanuit vogelperspectief naar je situatie te gaan kijken, naar je bedrijf te gaan kijken. En dus alles die niet meer afgestemd is en die dus voort nog komt vanuit dat ego, vanuit het doen omdat anderen het ook zo gedaan hebben, vanuit het stuk dat je weet van, dat brengt me geld, hè? Of dat is zeker, want het verleden heeft bewezen dat dat werkt. Maar als het niet meer afgestemd is op je ziel, ja, dan mag je en moet je het loslaten. Dan moet je hier je hart volgen. Dan is het belangrijk om jouw bliss, jouw joy, die vervulling dat we daarnet gezegd hebben, dat is hetgeen dat je eigenlijk moet nastreven elke dag, niet het geld. En dat geld is een bijproduct, is een vrucht van het nastreven van zoveel mogelijk geluk, plezier, vervulling. En dan hebben we nog twee. Ik ga eventjes deze aan de kant leggen. Dan hebben we nog Neptunus, the rule of enlightenment, inspiration, illusion, spirituality, intuition, psychic ability, fantasy, dreams. wacht, ik ben het zien. Zo, ja, disillusion, alignment, en dus dat is de kaart van de hangman. Dus wanneer je het gaat uit gaan zoomen, ga je zien dat er heel veel dingen ook duidelijk gaan worden. En hier hebben we nog een keer Neptunus. Zie, nog eens Neptunus, dezelfde planeet. En daarnet heb ik het ook gezegd, dit is hier juist na de watermanseizoen. Dus na waterman is van februari tot maart. Dus je gaat zien in de winterperiode die nu bezig is, of die nu aan het komen is hier, ga je heel veel dingen gaan zien. Het is belangrijk dat je gaat gaan verbinden met je emoties, dat je gaat gaan verbinden met je intuïtie, dat je die downloads gaat gaan krijgen, dat je echt gaat gaan de tijd gaat gaan nemen om te gaan invoelen wat dat het is dat je ziel wilt creëren en gaan delen. En dan zien we nog een laatste boodschap. Nu, als je als lichtwerker een reading wilt of een channeling wilt, dan mij maar vragen zit rond van wat is mijn missie, waar zit ik, waar ga ik mee tegen, hoe komt het dat ik niet voldoende geld heb, hoe komt het dat ik geen klanten heb, wat dan ook. Dan ook mag je gerust een reading of channeling boeken, want ik kan dan ook daar gewoon je vragen doorgeven. Dus dat is geen probleem. Ik ga misschien die naam ook aanpassen en dus de tweeling vlam het stuk weglaten. Chakra, light body. En hierin hoor ik dat het belangrijk is dat je zegt van, ik transformeer alle weerstand zodanig dat ik in mijn missie en in mijn kracht kan gaan volledig stappen. En wat hebben we hier? Ancestors, appreciation en healing. Ja, de dingen, de obstakels waar je nu tegenaan loopt, hebben ook te maken met voorouderlijke ervaringen en patronen en copingmechanismen. Dus daarin, door de obstakels waar je nu tegenaan loopt en dat te healen, die lessen te leren, help je ook heel veel andere zielen achter en voor jou en onder jou en links en rechts en overal rond
om ook nog verder een stuk in hun pad te gaan healen. En ik voel dat ik nog één kaart, ik heb die nog nooit gebruikt, ik heb die nieuw gekregen van mijn vriendin. Dus ik ben er nog niet zo mee bekend, maar ik ga die wel voor deze reading gebruiken. En we zien wat dat we krijgen. Er is nog één kaart nog om mee af te ronden. Is die bijna allemaal vallen. Wat is de ene boodschap voor deze groep lichtwerkers? Die op zoek zijn naar antwoorden in de chaos van hun leven. Oké, ik zeg stop en draai om, hoor ik. En we hebben de Pearl of Sorrow. Wacht, hè. Allee. Oké. En dan hebben we deze eventjes aan de kant. En de Pearl of Sorrow. Je ziet hier ook heel mooi die 8, dus dat infinity teken. En ook hoe dat die vrouw meegaat en die bewegingen daarvan. Laten we eens kijken in het boekje tot welke boodschappen ik geleid word voor jullie. Wat staat er? Verantwoordelijkheid nemen voor de ervaringen die je meemaakt, maak je ook krachtiger. Je bent bezig om een belangrijk issue op te lossen door spirituele inspiratie en hogere leiding. Je zal stijgen en in een volledige connectie komen met jouw ziel, waardoor je toegang krijgt tot een welvaart, een overvloed aan goddelijke schatten of universele schatten. Alles wat als donker en schaduw in je wereld werd gebracht, zal aan het licht gegeven worden en getransformeerd. Heb moed en vooral de toewijding tot je eigen ontwaking. Want je bent een kostbaar wezen en je kan veel verder gaan op het spirituele pad in dit leven. En we zien nog het laatste stukje, ik had er ook nog iets te zien. Wat ik kan zeggen is, ik neem de volledige verantwoordelijkheid voor mezelf en mijn levenspad op. Ik roep op het verlichte hart van het universum om me te verbinden en me te ondersteunen in het manifesteren van mijn hoogste potentieel via de energieën van genade, liefde en vrijheid. Voor het hoogste spirituele goed van alle wezens betrokken. Wauw, als dat wel geen mooie kaart is om je af te ronden. Voilà, ik hoop dat je het leuk vond. Ik vond het alvast leuk om te doen. Ik wens je een fantastische dag verder en tot in de volgende video. Dag!